J'aimerais aussi inviter Alain Clouwaert, voorzitter van de Algemene Centrale van ABVV. Alain, venez me rejoindre dans sa studie sociale assistant werd actief in de socialistische beweging. En hij is sinds 2004 voorzitter geworden van de Algemene Centrale van de ABVV. Aan jou het woord. Je sors à l'extérieur. Beste vrienden, beste kameraden, met een groot veelvoud van duizenden zijn jullie hier op dit feestelijke appel. Dit doet mijn hart, jullie hart, ons hart veel sneller slaan. En ons hart, kameraden, het hart klopt ter linkerzijde. Proficiat, proficiat kameraden, gefeliciteerd met deze warme ontmoeting van alle progressieve krachten. En dank ook vooral aan de medewerkers die dit mogelijk kunnen maken. Vrienden, vrienden, kameraden, wij komen uit vele hoeken. Uit politieke groepen en partijen, uit vakbondskringen, uit basisbewegingen. Maar we hebben allen één idee gemeen. Het moet anders. En we willen dat allemaal. En laat verschillen en geschillen over rood of minder rood ons debat en onze standpunten rijker maken. Sta niet toe dat ze ons verdelen en verlammen. Wij willen dat rijkdom dient om armoede te bannen. Wij willen dat werk dient om mensen geluk, welvaart en fierheid te geven. Wij willen dat ongelijkheid dient om met wortel en tak uitgeroeid te worden. Ik zeg duidelijk met wortel en tak. Vrienden, vrienden, kameraden, met hoeveel moeten we zijn om daarvoor de aandacht te krijgen van de media? Met hoeveel moeten we zijn om de patroons aan het verstand te brengen dat ze met hun hebberige vingers van de index moeten blijven? Met hoeveel moeten we zijn om hen duidelijk te maken dat zij het recht niet hebben de welvaartsaanpassing, de heel bescheiden verhoging van onze sociale uitkeringen tegen te houden? Met hoeveel moeten we zijn omdat de minister van Werk en Tewerkstelling ermee ophoudt sectorale cao's onheldig en onwettig te verklaren? Omdat deze cao's vorig jaar meer dan 0% en dit jaar meer dan 0,3% loonsverhoging zouden inhouden. Dat, vrienden en kameraden, is fundamenteel inbreken in de vrijheid van onderhandelen tussen vakbonden en patroons. En dat belooft voor de komende interprofessionele onderhandelingen. En ik zeg nu al duidelijk aan Monica de Koning, wanneer je daar geen halt aan toeroept, dan huilt je mee met de wolven. En dat is sociaaldemocratie onwaardig. En met hoeveel moeten wij zijn om betere lonen, betere jobs en meer solidariteit af te dwingen? Met hoeveel, kameraden? Want ik wil zeggen, en wij zeggen ook binnen de Algemene Centrale van het ABVV, dat het tijd is voor mobilisatie. En ik weet maar al te goed waarom u dat hier zegt. Meer dan ooit moeten mensen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. Meer dan ooit moeten militanten zoals jullie mensen warm maken om in het verweer te gaan. Betere lonen, vooral beter minimumlonen, bruto minimumlonen, betere jobs, betere pensioenen. En daar zou allemaal geen geld voor zijn. En natuurlijk is daar geen geld voor. Als er 30 miljard zwart geld op Zwitserse bankrekeningen staat, is er natuurlijk niet genoeg voor onze sociale zekerheid. Als de 500 grootste bedrijven in ons land samen 52 miljard euro winst maken en daar maar 5%
belastingen op betalen, is er natuurlijk geen geld genoeg om sociale uitkeringen op te trekken. Dan is er natuurlijk niet genoeg om mensen in staat te stellen op tijd te stoppen met werken. Als een onderneming zoals LVMG 63 miljoen euro belastingsvoordeel in zijn zakken steekt om in ons land vijf mensen te werk te stellen, is er natuurlijk geen geld genoeg voor fatsoenlijke jobs en fatsoenlijke lonen. En jullie kennen tussentijd allemaal de firma LVMG. Dat is het luxe bedrijf van die Franse meneer Arnaud die graag Belg wil worden omdat hij hier amper belastingen moet betalen. Nee dus, kameraden, nee dus, vrienden, op die manier is er geen geld genoeg. Maar met correcte, met rechtvaardige belastingen is dat geld er wel. Met de rechtvaardige verdeling van de rijkdom die de werkende massa tot stand brengt, is het wel mogelijk een solidaire wereld van welvaart en gelijkheid te bouwen. Hier in ons land, in Europa en in de hele wereld. Dat is het begin van ons gezamenlijk verhaal. Draag het samen uit. Laten we alle progressieve krachten verenigen. Vakbonden, progressieve partijen, basisbewegingen, NGO's. Laten we samen bouwen aan een sterk linksproject. Een echt alternatief voor het neoliberale kapitalisme. Manifesta zet daar deuren daarvoor open. Hou ze open, verenig de krachten en roei de ongelijkheid uit met wortel en tak. Leve het socialisme, kameraden! Cada vez más.